Lieve mensen, kijk naar mijn kop. Als er iemand is die mij wil uitdagen, dan kan ik... Een hele goede middag. Ik ben Jasmine Nilsson en het is vandaag vrijdagochtend. Ik ga jullie meenemen vandaag weer tijdens een shootje die ik ga doen samen met Romy. Voor een merkje. Voor een webshop productfotografie gaan we doen. Dus ik ga nu even met haar afspreken bij de Vlieger. Waar we even achtergrondpapier gaan kopen. En ja, ik neem jullie gewoon mee. Bye! Ik zat bij de halte daar. Ik ga met Romy naar haar huis. Hoe gaat het? Gaat goed, met jou? Goed? Dus ik moet echt zo met binnen troppen. Met ja, ik kom even hoi zeggen. Ziet mij daar zo achter. Deze items gaan we shooten. Voor een webshopje. En we wachten nu op Pleun. En kijk, Romy's huisje is ook heel cute altijd. Laat ik even gelijk even zien. The Wall of Fame. Eventjes een proefsessie. Kijk, het is toch wel echt leuk met zo'n gekleurd achtergrondje. Ja. Doe ook even de vlog hoor. Ja, vlog zeker. Ja, vlog uit. Het is vlog hè. Ja, zo leuk. Dat is gewoon ook om mezelf een beetje bezig te houden. Ja. Dat het wel werkt hoor. Ja. Ik ga vaker de deur uit. Ik ga eindelijk een leven starten. Te grappig. Is it a wrap? It's a wrap. Yay! 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 Nou, dat was weer super leuk om te doen. De taakverdeling, zeg maar, want ik de foto's ga bewerken. En Robbie gaat nog de producten los fotograferen en bewerken. En zo heb ik haar dan eventjes geholpen, want ze heeft zoveel jobs tegenwoordig dat ik haar gewoon even kan helpen. Het is ook weer een betaald klusje. Romy gaat me betalen. Dus dat was wel leuk om te doen, met Pleun ook natuurlijk. En nu ga ik naar huis. Het is vrijdagavond. Ik weet niet of ik nog de deur uit ga, maar ik ga een sushibox bestellen. Ik zag bij Amigo Amigo een actie van 22 stuks voor... 12,50, sorry, maar dat moet ik doen. Ik heb weer eventjes geld gekregen, dus ik ga dat even chappen. Helaas geen sushi voor mij. Ik bekeek die deal van Amigo Amigo nog eens. En toen bleek het dat het alleen van maandag tot en met donderdag geldt. Of course, en het is vandaag vrijdag en ik wilde het hebben. Dus helaas. En nou, ik ben hier gewoon net thuis. Ik heb alsnog wel eten besteld. Een rotietje voor mezelf. Lekker. En ik ga nu even de foto's gelijk even bewerken van de shoot die we net hebben gehad. Zodat ik het misschien vandaag wel afkrijg of anders morgenochtend dat het af is. Maar volgens mij kan het wel lukken vanavond als ik nu alvast begin tijdens het wachten op het eten. Dus dat ga ik even doen. Hallo mensen van het goede leven. Het is vandaag maandag. En het is al middag, al bijna avond. Ik heb vanochtend gewerkt. Daarom begin ik de vlog nu pas. Of daarom begin ik nu pas weer met vloggen. Ik zie er ook vies uit, want ik was heel moe. Want ik heb de afgelopen dagen sowieso veel en lang gewerkt bij GoFoto. Waar ik dus aangenomen was. En ja, ik heb gewoon even die monies nodig. Dus ik werk een beetje veel nu. En daardoor word ik moe. Dus dan ga ik slapen overdag. Maar nu ben ik weer even fit. Want mijn broer en zijn vriend komen straks hier eten. En dan gaan we kolonisten van Katanne. Toen heel leuk om te doen. Dus ik ga eventjes het huis speel ready maken. En we gaan een vet lekkere sushi box bestellen van Magico. Shoutout. Sponsor Eat. Van Amigo Amigo hadden we een deeltje. Dus ik heb daar vet veel zin in. Maar ik heb nu ook een beetje honger. Dus ik ga nog een klein beetje iets eten. En ik moet nog dit laten zien. Kijk. Ik heb even het huis toch nog een beetje... Okay, het is nog een troep, maar let daar even niet op. Kijk, dit is super leuk gedaan. Vinden jullie niet? Want deze muur was zeg maar helemaal leeg. Dus dat is een beetje saaiig. En dan heb ik het zo opgefleurd. Die lamp hadden we al. Die hebben we dus even zo opgehangen. En daar is er nog eentje bij gekomen. Maar ik heb er nog twee daar. Dus die gaan hier ook nog bij. Maar het was heel moeilijk om dat te beslissen. Dus toen hadden we pauze genomen.
witte wasjes weer gedraaid. En ik doe altijd eventjes, check deze. Ik heb het echt koud hoor, sorry, maar het is echt winter aan het worden. Maar ik heb Spotify Premium genomen. Want ik vind het gewoon echt heerlijk om alle muziek te kunnen luisteren. Nou, kom op. Check dit lijstje even. Are you ready? Yes, I am. Ik zie jullie zo. Bars for days, bars for days. Geef even uit wat er is gebeurd. Ja, we waren zo, kan ik ook? Ja. We waren zo greedy. Dat we dus niet de sushi op de floor. Wat? Er lekte iets. Ja, de gember. Gember, maar we waren zo greedy dat we de sushi die we hebben gegeten vet lekker niet op de vlog hebben staan. Oh. Maar, kijk, ze smeren. Helemaal leeg, allemaal. Heeft dus wel extra wasabi gekregen. Wat ga ik daarmee doen? We gaan de wasabi mayonaise maken voor bij de zalm. Hey. En kolonisten. De volgende reporter. Dit is meneer Mark. Hey. Vertel even wat we hier gaan doen. Ja, we gaan kolonisten spelen. Oké, ziet er intens uit. Niet zomaar kolonisten, maar steden en ridders. Oeh. Met zeepaars. Oh, kijk die barbaar. Kijk die. Nou, wat zoek je eigenlijk? Hout, steen, schaap. Dat is eigenlijk helemaal niet handig. Nou, ik doe eerst even deze. Ik heb wel schaap. De overloper. Oeps. De overloper. Overloopt, het is ook. Hij pakt mij ridder en hij krijgt die ridder ook nog eens. Ja, maar je had hem geactiveerd, dat is enig. Heeft iemand graan tegen de herfst? Dus hij moet geactiveerd zijn. Dat heb je gedaan. Dus dan moet jij opnieuw eerst een ridder. Lieve mensen die kijken naar mijn vlog. Als er iemand is die mij wil uitdagen met kolonisten van Patan, I'm ready. Ik ga sowieso weer winnen. Droom gewoon op voor je hebt dan gewonnen. Meneer Nielsen to be! Meneer Nielsen to be! Ik stond de hele tijd voor en ik voor het eerst verloren. Dat vinden jullie zo grappig. Maar sta je tweede of derde? Dan gaan we even kijken. Oké, even tellen. En ik krijg er twee. Hier vier. Oké, vier. Zes. Vijf, zes. Zeven. Acht. 19, 11, 12. Echt dik verloren. Ik moest 16 punten hebben. Gewoon derde ben je geworden, denk ik. Oh my god, jammer. Of niet? Hoeveel had je derde? Die is weg bij mij. De langste handelsroute is weg bij mij. Maar de regel was wel: de winnaar moet het oprijden. Hallo allemaal en welkom terug bij mijn kanaal. Ik had me voorgenomen om ook wat extra video's te maken naast het vloggen en dit is eigenlijk...